aan het winnen. We hebben die aanval afgeslagen, afgeslagen. Heel interessant. Ik zat gisteren met Hubert Smeets in de Friday Move. Nou, net als jij, die weet heel veel van wat zich daar afspeelt en kent ook de talen. En die zei, de grote verrassing, nou dat is misschien een verkeerd woord, is hoe ongelooflijk sterk het verzet is van de Oekraïners. Het is geen walkover voor de Russen, integendeel. En hij zegt, het zou nog best eens behoorlijk ingewikkeld kunnen worden. Want, wat Mark net ook al zei, ze hebben uiteindelijk nog niet één stad echt ingenomen. En als het begin van een blitzkrieg, ja, maar dat is het niet. Nee, lijkt het. Dus die opmars die verloopt helemaal niet zo verstandig. En in dat kader is het natuurlijk heel belangrijk voor Zelensky om te zeggen, aan te geven van we laten ons niet kisten. Zijn er nog. En ik en het kabinet, we zijn er gewoon. Maar daarin zit ook onze angst natuurlijk voor een veel groter bloedbad. Ja, dat is zo. Dat valt niet om ontkennen. Ik wil even gaan luisteren naar onze correspondent Joost Bosman. Die zat tot gisteren in Kiev en hij wilde weg. Kon uiteindelijk ook weg met een trein. En daar heeft hij een bijdrage voor gemaakt. We zijn gisteren middag hebben besloten om te vertrekken uit Kiev. De situatie verergde met het uur eigenlijk. Er waren steeds meer inslagen. Die kwamen ook dichterbij. Auto's reden niet meer, taxis reden niet meer. Bussen reden niet meer. Alles was dicht. Alle winkels. En op straat verschenen er overal mensen. Een soort burgerwacht met kalasjnikovs. Nou ja, dat zag er toch wel heel bedreigend uit. Omdat je, als de Russen zouden komen, dan een soort stadsguerrilla kan krijgen. En als je dan opgesloten zit in je flat, dan kan dat lang duren. Dagen, weken, maanden, wie zal het zeggen. Mogelijk komen de bombardementen, waardoor dus ook gas, water en licht uitvallen. Winkels blijven dicht. Je kunt niks kopen. Met andere woorden, het zou een totaal ineenstorting van de samenleving worden. En dat vooruitzicht, dachten we, dat moeten we voorkomen. Dus laten we proberen naar het station te gaan en daar toch een trein naar het westen te pakken. Dat hebben we gedaan. 4:15 kwamen we aan op het station. Gigantische massa. Ook op de perrons. De trein naar Lviv stond nog steeds op perron en was al een half uur te laat. Of zeker 3 kwartier. En mensen probeerden in de trein naar binnen te komen. En er was maar 1 deur open en mensen persten zich gewoon naar binnen. Daarna zijn er meer deuren opengegooid. We konden allemaal naar binnen uiteindelijk. Het was gratis, niemand hoefde te betalen. Het waren een soort vluchtelingentrein dus eigenlijk. En we hebben in een coupé gezeten met 10 mensen... waar er normaal gesproken 4 in kunnen. Dus het was een weinig comfortabele rit daardoor. Plus dat we ook nog om verschillende gebieden heen moesten, om verschillende regio's heen moesten, waar zwaar gevochten werd. We moesten een omweg nemen, voortdurend. Ik geloof dat we 3 keer omgereden zijn. In ieder geval langs Zhytomyr en Khmelnytsky. Daar konden we niet langs, want in die regio werd gevochten. Dus we moesten meer naar het zuiden toe. We hebben uiteindelijk 14 uur erover gedaan, waar het normaal 6 tot 8 uur is. Nou, we zijn net in Lviv aangekomen. We staan te wachten op het station tot we eruit mogen. Het is nu 6:10. De avondklok zou nu al afgelopen moeten zijn. We staan te wachten tot het station uitkomen, maar kennelijk laten ze ons er nog niet uit. Omdat nu ook weer, op de achtergrond kun je het misschien horen, de luchtalarmen ook hier in Lviv afgaan. De situatie wordt ook in Lviv, heb ik begrepen, steeds gevaarlijker, steeds onvoorspelbaarder. Dus we staan nu op onder het perron van het treinstation in Lviv te wachten tot we naar buiten kunnen.
gedaan. Er staat een gigantische mensenmassa voor ons. En ja, we wachten. En we horen het luchtalarm. Ja, uiteindelijk mochten ze wel het station uit. We staan nu iets verder van het station af. Tegen het centrum aan in Lviv. En opnieuw op de achtergrond het onheilspellende gehuil. Hoe moet je het noemen? Van het luchtalarm. Onheilspellend geluid van Joost Bosman. Die dus tot gisteren nog in Kiev zat, maar nu in een veiliger stuk van het land is. Eerder hoorden we al Geert-Jan berichten dat Facebook Rusland het lastig maakt. Je kan daar geen advertenties kopen als Rus op het ogenblik bijvoorbeeld. En je mag niet gebruik maken om van het platform geld te verdienen. Ik geloof niet dat de digibet Poetin zich daar heel erg zorgen om maakt. Maar de rest van het land heeft misschien wel dat soort platformen ook voor inkomen voor een deel. En wat hoor ik jou net zeggen? Apple en Google doen eigenlijk hetzelfde nu, denk ik. Nou, ik las een bericht van de Russische Centrale Bank dat Russen geen gebruik meer zouden kunnen maken van de betaaldiensten Google Pay en Apple Pay. Dus ook dat zijn natuurlijk signalen, maar meer particuliere signalen. Het is nog niet Swift wat afgeschakeld wordt. Daar is nog steeds discussie over, begreep ik. Maar, een aantal Europese landen is daarop tegen. Ja, ja. En diplomatiek gezien interessant, Bernard, dat Amerika en Engeland, geloof ik, persoonlijke sancties aan Poetin hebben opgelegd. Hebben dus en hem dus Europa niet meer het land in laten gaan. Europa als eerste. Ja. En Groot-Brittannië? Nee, de EU houdt juist de diplomatieke deur met Poetin open. Ja, wel, maar die hebben ook Poetin op het persoonlijke sanctielijstje gezet, de EU. Ja, maar niet een inreisverbod. Dus nou, dat betekent dat Poetin nog hier welkom is om te komen praten. Maar hij kan niet bij zijn geld. Dat zal toch ook lastig zijn? Ja, en